Goedemorgen en welkom bij Joerts. De eerste echte dag van het Glazenhoes op het Zeilon in Ljouwert. Na de massaal bezochte start van Justerjoen. En Joerts, zorgen we, werd het feitelijk om Jit met deze actie. Jilt op Helly van het Reerde Kruis. Nou, in de tijdelijke Omroep Friesland studio op het Zeilon is verslagjouwer Auke Zeldenrust. Auke, Jilt in Sammeli, dat is Joerts eigenlijk wel het biert wordt, hè? Ja, dat kist wel zissen, want daar gaat het om 800.000 bijen op de vrouw, sterren terug diarree, dat moet bestrijden worden. En dat is de actie in de kist ik vernemen, dat Joerts, dan kan je de hele dag westen, zocht mensen komen, groepen, squallen, sportverenigings, die komen met geld, want daar hebben ze man, wieken met wanden westen, ze komen met checks van 100, 200, 2000, 20.000 en die komen hier alle keer in het Glazenhoes te lonen. Dat wordt Joerts te doneren. Dus het komt binnen Joerts. Ja, ja. Jilt, wordt aan oorbeer om die drie DJ's die daar in het Glazenhoes ja, in ploegen ontwerp binnen. Hoe gaat het eigenlijk maar hun? Nou, we hebben Joerts even westen. Ja, je moet bedenken, ze hebben juist het laatste avondmaal kregen, zat dat hiet. Ze zijn nog even goed eten gehad. Maar het is nou dat ze leven moeten op wetter en op wat fruitsapjes. Daar moeten ze dus mee doen. En collega Geert van Thun spruts van een beetje met Giel Beelen, een van de drie DJ's. Ja, het is op zich natuurlijk de eerste echte dag, of dag twee zo je wilt, dus dan gaat hij er wel. Ik kan niet ontkennen dat dit het moment is dat je denkt, oh ja, ik moet even wat eten. Oh nee, dat mag niet. Maar ja, onze magen zijn gevuld met de warmte van al die Friezen en andere mensen die hier staan. Want ja, je ziet het is echt nog maar het begin. Mensen hebben in principe gewoon nog dingen te doen. En ze staan hier gewoon massaal. Wij hebben een kerstmarkt georganiseerd met allemaal kraampjes. En dan moesten ze zelf dingen maken. En ja, de totaalopbrengst is 2100. En dat ga je straks aanbieden? Hebben we al gedaan. Zit er al in. Ik zie hier bedragen voorbij komen. Dat is niet echt ongelooflijk. Niet normaal. Maar ook allemaal met hele leuke, inventieve manieren. Er waren, schiet me nu te binnen hoor. Er waren vanmiddag wat meisjes. Schiermonnikoog. Of was het Ameland? Nee, Schiermonnikoog. En daar was een storm geweest waardoor er wat bomen omgewaaid waren. En die gingen dan met de stukjes boom. Daar deden ze dan een luchtje op en gingen ze dat verkopen. Nou, dat vind ik zo mooi. Kijk, we willen natuurlijk. Kijk, het gaat om het volgende. Dit willen we je aanbieden. Ja? Dit is afkomstig van de medewerkers van Omroep Friesland. En dit is het bedrag wat jullie van ons krijgen. Maar daar willen wij natuurlijk wel een plaat voor. Dat snap ik. En die heb je dus meegenomen. Ja, die plaat is net als mij. Ik draai het. Elske wel, als ik het goed heb. Elke keer weer om de dag op het Zeilon. Just toen om 11 en jongeren zetten de actie dan lang om let u de maar het opsluiten van die drie DJ's. Het Sjoen, toen werd het smoordrok op het Zeilon. Maar hoe gaat dat dan nachts uit met de belangstelling van het publiek? Nou, het was smoordrok, just de jongen bij de sluiting eigenlijk van het Glazenhoes. Er kennen 8000 mensen op het plein, nou, die wien er ook wel. Ja, ik wie vannacht nog om 1 uur die over 12, toen werd het een stuk rustiger. Maar we maken van de hele nacht en de morgen de volgende bijdrage. Ik heb de Friet zo hoog zitten, want het is volgens mij een heel nuchter, maar ook heel trots volk met het hart op een goede plek. En dat blijkt nu in ieder geval al, want kijk, als je achter ons kijkt, de eerste check wordt al omhoog gehouden. Nou ja, dat is natuurlijk een fantastisch begin en ik hoop dat we er echt nog heel veel gaan zien deze week. Want ik hoop dat we een prachtig bedrag gaan ophalen voor het Rode Kruis. Epke, dankjewel hè. Thanks man. Wist je maar meteen bij? Ja, zeker. Vroeg naar het werk weer. Oké. Dus ik dacht, kom even kijken. Ik doe Oedij ook een Elfstedentocht op wilskracht en spierkracht. Probeer ik ze volle mogelijk geld op te hebben in de hele provincie. Alle steden doen ik aan. Bij opbod ga ik daar een nummersjongen.